Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn Ali en Nelly en wij liggen in een buscamper. Ja. In de Bustner Copa 500. En hoe heb ik geslapen? Hoe heb je geslapen? Ik heb wel lekker geslapen. Ik ben wel vaak wakker geweest. Ik heb heel raar gedroomd ook allemaal. Maar op zich ging het wel. Ja, ik vond het ook wel een goede nacht. Ik was om 4:15 wakker. Klaar wakker. Toen ben ik eventjes naar beneden gegaan. En toen heeft ze de en toen stond ik beneden in de bus. Tijgervel aangetrokken. En, ja, ik heb niet de hele nacht met dit vest aangelegen. Ja, maar broek heb je ook aan. Ja, dus ik heb me eigenlijk eventjes aangekleed. En waarom? Weet ik niet. Had je het koud? Nee. Was de bedoeling dat ik niet meer naar bed zou gaan, maar om 4:15. Ja, ik ben toch weer in bed gekropen. Dus, maar op zich wel een aardige nacht gehad. Het is nu ongeveer 8:00, dus wij gaan uit bed en wij gaan ontbijten. En ja, dan gaan we naar de volgende camping in Oostenrijk. We gaan naar Oostenrijk vandaag. Leuk, daar heb ik zin in. Ik ook. Lijkt me leuk. Ik hoop dat we daar een beetje vroeg zijn. Dan kunnen we daar misschien ook nog een klein beetje de omgeving verkennen, want ik merkte dat wij gisteren dat we hier aankwamen om 7:00. We hebben vrij weinig van de camping gezien, maar ook niks van de omgeving. Ja, ik verwachtte dat natuurlijk ook niet tijdens een doorreis. Nee, maar je kan ook niks van de omgeving zien, want we hebben niks. Geen fiets. We hebben trouwens ook geen fiets meegenomen. Dat is jullie al vast al wel opgevallen. We hebben zelf wel een fietsendrager en er zit ook een trekhaak op de camper. Dat hadden we ook nog gevraagd van tevoren. Toen dachten we, oh leuk, kunnen we de fietsendrager meenemen. Maar dit is echt zo'n praktisch dingetje waar het dan weer op vastloopt. Er zit geen extra kenteken bij. Kunnen we ook geen fietsendrager meenemen, want je mag kenteken niet van de auto afhalen. En je mag ook niet, net zoals dat ze dat vroeger wel eens deden, Een kartonnetje met daarop het kenteken geschreven. Dat mag ook niet. Dus toen dachten we, nou, dan nemen we gewoon niks mee. Ik had het ook niet zien zitten om nog die fatbike hier in de bus te stoppen. Nee. Dan is het ook een sta in de weg, constant. En dat lijkt me ook niet echt prettig, dus misschien dat wij in Kroatië wel een fietsje gaan huren of zo, ik weet het niet. Ja. En anders gaan wij gewoon alles lekker te voet doen. Wij hebben wandelschoenen mee, dus we kunnen lekker gaan wandelen. Kunnen we dat ook weer eens oppakken? Want of steeds met die bus weg. Of we gaan gewoon constant met die bus heen en weer op de camping rijden. Zetten we gewoon de stoeltjes neer met een heel klein tafeltje. En dan is dat onze plek. En waarom? Je plek is toch gewoon je plek? Oh ja. Nou, dat zie je toch wel eens. Dan rijden ze weg en dan zetten ze de stoel en de tafel neer. Ja. Nou ja, ik ga naar beneden toe. Kijk. Dit is ons uitzicht. Het is licht. En hier zitten trouwens drie luchtgaten in. Goedemorgen. Oh. Is dit zit aan de binnenkant? Is dit plastic? Ja. Oh. Maar kijk. Dat is jouw condens. Het is aan jouw kant, dus het is van jou. Lekker hoor. Nou, de overburen zijn al aan het aankoppelen. Die zijn met een caravan, dus die zijn lekker vroeg. Nou, wij moeten nog beginnen. Wij zijn lekker laat. Nou, we gaan naar beneden toe klauteren. Er zit geen trap hier. Dus je moet via de bestuurdersstoel moet je naar beneden. En ik ga dat nu eventjes doen. Ik laat me zo naar beneden vallen. Je moet hier wel lenig voor zijn, vind ik. Je moet niet slechte been zijn, want dan lukt dit niet. Nou, ik ben beneden, nu jij nog. Oh. Komt u maar. Ja, ik hoef niet in beeld, ik heb niks aan.
Oh ja, alleen een shirt en een onderbroek. Oké, okay, nou, ik zie je zo wel aangekleed. Nou, ik ga het zelf doen naar beneden, Lali. Nou, hier is het nog donker en een bende. Wij gaan ons eventjes aankleden nu. Nou, hier komt ze hoor. Het ziet er ook gek uit, dit. Privacy. Hallo? Nou, inpakken en wegwezen. Ik ben er ook. Nee. Je kunt zo gaan zitten en dan kunnen we rijden. Rijden. Nou, ik heb water gekookt, dus we gaan eerst een ei maken. Geen dag zonder ei. Ook niet in de buscamper. Ik heb nog niet echt mijn draai met ontbijt maken en zo, maar het komt. Dit eet. Zo'n knijpzak. Maar ja, je moet wat. Het is gewoon even zoeken. Het is allemaal anders. Want het is heel veel verplaatsen steeds, kom ik achter. Zo. We zijn in Duitsland. Het is een goede zaak. En die mevrouw die knikt heel vriendelijk. Oh. Oké, ik ga even mijn haar kammen. Mijn gezicht wassen. En... nou, dan kunnen we vertrekken zo meteen. Ik zit op de bestuurdersstoel te ontbijten. Maar wij hebben totaal nog niet onze draai gevonden. En dat is zo wennen of zo. We kunnen dingen het niet doen. We weten niet hoe dingen werken. Het is anders. Het is echt anders. Maar normaal gesproken in de caravan dan heb je gewoon lekker je draai. Maar dat is hier, ja, hier is dat totaal niet. Maar dat ik vind dat het wel leuk maakt, want het maakt het wel avontuurlijk. Mm-hmm. Ik moet ook steeds wennen. Ik zet van alles op die koelkast, maar die koelkast gaat zo open. Dus moet ik alles weer afpakken. Allemaal van die dingetjes. Ja. Dat is waar we tegenaan lopen. Voor de rest gaat het goed hier. We leven nog. We hebben goed geslapen. Ja. Hier liggen de kussens nu. Het is wel schuiven in de ruimte hier. Straks moet alles weer... Dat dekbed. Dat moet weer hier. Dat moet weer op de bank gelegd worden. De mensen van de Freelife Test Tour, die zijn al vertrokken. Die stonden er om 8:30 al niet meer. Nee. En die hebben een caravan. En wij hebben een buscamper. En voor ons, de overburen, hebben ook een caravan. Die zijn ook al weg. Het zijn trouwens die doen niet mee met de Test Tour, maar... het waren Nederlanders. Dus eigenlijk is nu iedereen met de caravan sneller dan ons met de buscamper. Nu zijn wij ook al gewoon lekker relaxed. Wij hebben ook geen haast. Wij hoeven maar iets van 3:50 te rijden. Dus bijna 4 uur. Valt mee, vind ik. Dus ja, dan zijn we op zich nog wel op tijd in Oostenrijk. Toch? Ja. Of op tijd. Gewoon een beetje vroeg. Dat we nog iets aan de dag hebben. En ik hoop dat die meneer van Bursner even terug gaat appen. Over die stroom. Dat geregeld wordt. En dan is eigenlijk alles in orde. Als dat het doet, dan is alles gewoon goed. Ja, en we gaan kijken of straks de auto Ja, daar zijn we ook bang voor. Nou ja, we zien het wel. De klok. Vannacht heb ik hem niet gehoord. Ik ook niet. Hij stopt dus rond een bepaalde tijd. Hebben wij eigenlijk al het straatje goed laten zien waar wij staan? Nee. Nee, hè? Dus dat ga ik nu nog eventjes doen. Het zonnetje schijnt. Ja, zelf zijn wij nog niet campingwezen bekijken. Dus ik weet eigenlijk helemaal niet hoe groot dit is. Volgens mij best groot. Daar zie ik ook nog mensen lopen dus. Maar wij staan redelijk aan het begin. Dit is onze straat. Wij staan op het hoekje. Nou, en jullie zien daar in de verte een gebouwtje en dat is het toiletgebouw. Dichtbij een watertappunt staat er ook op de hoek. Plaats 140. Ja, op zich een leuk plekje zo. Nou, dan kunnen we. We hebben wel één groot nadeel. We hebben natuurlijk dat Duitse kentekenplaat. Ja, er komen heel veel Duitsers naar mij toe en die stellen allerlei vragen en mijn Duits is echt... nou, ik kan gewoon geen Duits. En die mensen die praten vaak geen Engels. Dus het is heel moeilijk communiceren. Dat is een beetje jammer.
dit was onze plek. En wij gaan er weer van tussen. Onze eerste stop. Starbucks. Oh, heerlijk. Zo lekker dit. Ja, ik heb hier echt zin in ook. Ja, ik ook. Dit wou jij. Ja. En dit wou ik. Ik weet nu al dat jij ook van mij wil. Wat heb jij dan? Ja. Dat meen je niet. Wat ziet dit er lekker uit. Dit is cheesecake. Nee, carrot cake, sorry. Kijk mensen, zo gaat het altijd. Kijk hoor. Oh, dit is ook nog net het lekkerste stuk wat ik nu heb. Daar gaat mijn carrot cake. Minuutjes dan zijn wij bij de camping, maar we bedachten ons toen we hier naartoe reden, laten we gelijk maar wat eten kopen en dan nu eventjes een beetje gezond gaan koken en gaan eten. Dat gaan we dus eerst doen, want anders moet je straks weer met die camper die camping af. In de hoop dat er plek is op die camping. Ja, dat weten we ook nog niet. We hebben niks geboekt. De bergen. Mooi. Ja, we zijn bij de Spar. Van de supermarkt regelrecht naar de koelkast. Komen op. Hier ook een zwembad vol. Ja. Oké, grappig. Maar we zijn dus aangekomen op camping Maltatal. Nou, we gaan even vragen of er plek is. Ja, ik hoop het wel. Aanmelden. Ja, ja. Ja, deze stond wel goed aangeschreven. Ja. Volgens mij iets van een 4.6 of zo. Oké, we mochten zelf een plekje uitzoeken. Gewoon een plekje wat vrij was. En dan moesten we om 5 uur weer terugkomen om te zeggen welke plek wij gekozen hebben. Op zich een mooie camping wat ik tot nu toe zie. Zelfs een zwembad. Kijk achter mij. Leuk hier. En er staan ook best wel veel Nederlanders, valt mij op. Nou, we hebben gekozen voor plaats nummer 118. Ali gaat hem eventjes op de blokjes zetten. Super! Zal ik even kijken of je waterpas staat? Ja. Ja, je kan nog wel een stukje verder rijden. Stop! Super! Nou ja, hij staat nog niet helemaal, maar wel veel beter. Ik ben echt toe aan een kopje koffie. Heerlijk. Maar, wij hebben goed nieuws. Onze kraan doet het weer. Of doet het weer, die doet het. Die heeft het nog niet gedaan. Dus, en de lampen doen het nu, dus we hebben nu ook licht. Hij deed het wel, maar we wisten niet hoe het werkte. Nee. Maar wij hebben contact opgenomen met de actie. En ons probleem uitgelegd. En toen heeft de actie weer contact gelegd met Bursner. En toen heeft Bursner ons gebeld. En die heeft ons uitgelegd wat wij verkeerd deden. En het blijkt dus dat wij alleen één knopje. En dat zit verstopt onder de koelkast volgens mij. Ja, onder de koelkast zit een klepje. Met een paneel met zekeringen erin. En daar zat dus een knopje. En dat stond bij ons nog omlaag. En dat moest omhoog. Dus wij natuurlijk net gelijk gedaan.
En nou ja, een paar seconden later schiet het licht aan. Maar weet je wat nou zo vreemd is? Want daar baal ik dan nu een beetje van. Gisteravond heb ik dat ook gedaan. Heb ik ook dat knopje omhoog gedaan. Maar toen gebeurde er niks. En toen dacht ik, oh, dan moet hij gelijk weer naar beneden. Want misschien is het wel helemaal niet goed. Dus als ik iets langer had gewacht, dan had het gisteren eigenlijk zelf ook al uitgevogeld. Ja. Maar ja, ik vind ook altijd, je moet ook altijd een beetje voorzichtig zijn met elektriciteit. Want kan ook gevaarlijk zijn natuurlijk. Stond ook in het boekje. Explosiegevaar. En dat is eigenlijk dan nog het enige woord wat ik alleen maar zie. Explosiegevaar. Nou, dus, zou ik maar zeggen, wij lijken erop. Ja, bus geëxplodeerd. Maar nu is alles geregeld. Alles doet het. En kunnen wij gewoon lekker gaan genieten van deze camping. Het is een mooie camping. En schoon, want ik ben net eventjes in het toiletgebouw geweest. En ik heb ons chemisch toilet eventjes geleegd. En het zag er prima uit. Plekjes zijn ook ruim. Voorzien van een watertappunt. Deze camping wordt vooral gebruikt voor doorreis. Hoorde ik ook net van de buurvrouw. Veel mensen die onderweg zijn naar Kroatië. Die van deze camping gebruik maken. Dus wij zitten hier helemaal goed. Wij gaan lekker achterover leunen nu. En uitrusten van onze reis. Nelly maakt koffie. Lekker hoor. En wat heb jij het gezellig gemaakt hier. Kleedje op de grond. Stoeltjes. Wij hebben trouwens andere stoelen meegenomen als die we gebruiken in de caravan. Voor de oplettende kijker. Wij hebben nu lage stoeltjes, want die pasten eigenlijk beter in die bus. We hadden er ook twee stoelen bij gekregen van Actie. Maar dat waren ook best wel grote stoelen. Ja, die waren te groot. Die zaten in een aparte tas, allebei een tas. En nou, die laadklep die stond al vol. Ja. Maar deze stoeltjes hebben wij nog... Ja, dit zijn eigenlijk gewoon... Gevolgd. Ja, deze hebben we bij de tent gebruikt. Maar ook deze gebruiken we eigenlijk nog steeds. Gewoon voor op het strand of... ja, noem het. Gewoon even voor snel. Dus dat komt mooi uit. En ze zijn lekker klein. Gewoon lekker, nou ja, compact. En dat is eigenlijk wel wat je nodig bent in die bus. Compacte spullen. Op zich valt het wel mee met spullen die hier staan. Maar meeste ze... Ja, die stoeltjes die horen daar natuurlijk te staan hier. Maar we kunnen in deze vier kastjes ook spullen wegwerken. Dus dat scheelt ook alweer. Oké, koffie. Ja, we gaan eerst even koffie drinken. Nou, wij gaan eventjes naar de receptie en even zeggen dat wij op plaats nummer 118 staan. Waar is zij? Doet zij. Ik zeg net tegen de kijkers dat we naar de receptie gaan om onze plek door te geven. Ja, 118. Wil jij nog wifi? Heb je daar belang bij? Ja. Ga je dingen downloaden? Nou, misschien. Oh, misschien even voor de... Laptop. Ja. Nou, dan gaan wij jullie gelijk even een tour geven. Gezondheid. Ik vind dit wel echt. Dit is toch. Dit is echt. Dit is fantastisch. Dit is Oostenrijk. Ja, ik ben echt gek op dit land. Weet je, als ze tegen mij zouden zeggen: blijf u maar, dan had ik het ook goed gevonden. Nou, hier is het zwembad. Gelijk naar beneden bij ons. Nou! Het is trouwens een terrassencamping. Ja. Het is dichtbij een waterval die wij niet kunnen bezoeken. Nou ja, weet je, gewoon ook tijdtekort. Eigenlijk wil ik dit gewoon, dit land, ook nog wel gewoon een keer echt gaan ontdekken. Dus dat wij hier gewoon wat langer naartoe gaan. Met de caravan? Ja, met de caravan. Ja. Het is echt een prachtig land. Ik kijk eens, ik denk dat zij die reis hier naartoe alweer vergeten is. Ja, die ben ik even kwijt. Een heerlijk buitenbad. Maar, weet je wat ook grappig is? Wij hadden daarnet de camper neergezet en tegenover ons staan Nederlanders. Dus ik kom teruglopen met de portepotty, want die had ik even geleegd. Oh ja. En toen vroeg die mevrouw, bent u van de inspectie? Van de actie, inspectie, camping inspectie?
Ik zeg, nee. Oh, had je je bordje niet op? Daar hebben wij nog een grapje van gemaakt. Maar nu denkt ook iedereen dat. Ja, dat wij actie-inspecteurs dus, zijn. Maar ook iedereen die kijkt en echt zo van... Maar zijn jullie in dienst van actie? Nee, ook niet. Ook niet, jammer genoeg niet. Dus het is wel grappig. Ik vind het wel leuk. Ik wil wel altijd op vakantie als werk, hoor. Ja, gewoon echt. Campings inspecteren. Ja. Nou, dit is fout. Dit is ook fout. Nee. Heel kritisch. Dit is een wat ouder sanitair gebouw, volgens mij. Ouder als die andere. Ja. Maar ook schoon. Even naar dat nieuwe, of nieuw. De sanitair gebouw waar wij dichterbij staan. We zijn net ingecheckt. En we lopen nu weer terug naar de caravan. We lopen langs het restaurant. Ja, dat is top. Je hebt hier broodjeservice, je hebt een winkeltje, je hebt een restaurant. En je hoeft nergens voor te reserveren of te bestellen of weet ik veel wat. Dit is het terras van het restaurant met speeltuintje ervoor. Voor de kids. Je ruikt ook een lekker sfeertje. Mm-hmm. Komt ook, het is ook een heel mooi weer, hè? Het is ook lekker. Dit is het sanitair gebouw waar wij gebruik van gaan maken. En op zich zijn er nog best wel veel plekken vrij. Mm-hmm. We hadden ook een ruime keuze. Nou ja, weet je wat zo gek is? Als je heel veel keuze hebt, dan duurt het ook langer voordat je iets uitgekozen hebt. Want dan ga je zo kritisch kijken. Wauw, wat groot hier. Oh, dit is het afwasgedeelte. Ja. Oh ja, oh. Veel plek, joh. Mega veel. Nou, de buurvrouw vertelde dat ze hier 3 keer per dag schoonmaken. En de buurvrouw staat hier toevallig af te wassen. Superleuk dit. Dus de schoonmaak is goed. WC, dames. Nou, dan gaan wij natuurlijk de toiletcheck doen. Schoon. Schön. Netjes hier, echt. Heel veel toiletjes. Kijk, dit is trouwens die waterval die hier dus te zien is, ergens in de buurt. We kunnen alleen naar het plaatje. Ja, nou ja, hebben we toch nog de waterval gezien. Mooi. Het is hier echt groot, joh. Ja. 2 ingangen. Daar eentje. En daar eentje. Wasmachines, strijkplankje. De douches. Oude douches. Het is ook wel lekker dat er een muurtje tussen. Oh, heerlijk dit. Ik ben ook toe aan een douche. En volgens mij onbeperkt water. Geen muntjes. Nee, ideaal. Ja. Dit is perfect. Nou mensen, dit is echt als jullie onderweg zijn naar Kroatië. Ja. Echt een aanrader. Hele fijne camping. Nou, ik denk dat wij het wel gezien hebben hier. Ja, het is echt super schoon. En ik ga straks lekker even douchen, want ik ben gisteren ook niet geweest. Bah. Normaal gesproken ga ik elke dag, maar gisteren waren we zo laat op die camping. Ja, en we waren zo kapot dat ik dacht van nou weet je... Verstand op 0. En dan morgen wel weer. Oh, je kan je hond ook douchen. Ja, en daarnaast zit het Geems toilet. Daar ben ik net geweest. Oh. Oké, okay, nou. Nou, heel fijn. Top dit. Ik ga koken. We eten spaghetti. En Ali zit hier. Die is een vlog aan het in elkaar bouwen. Ik ga lekker eten maken. Ik doe even de klep open. Wij hebben trouwens het... buitengastel niet meegenomen. En dat hebben we bewust gedaan. We gaan nu alles binnen koken. Misschien wordt het best wel warm, maar dat weet ik niet. We zien het wel. Hadden we meer plek. Meer plek voor, want als je het losse gastel ook nog mee moest nemen. Ja, dat nam ook veel plaats in beslag. En dan moesten we weer een gastankje. Nou ja, toe maar. Jullie begrijpen het vast wel. Dus we gaan nu echt in de camper koken. Als het te warm is, gaan we gewoon uit eten. Dat hadden wij besloten. Maar ik vind koken op de camping eigenlijk toch altijd nog wel heel gezellig.
ik vind bij kamperen hoort koken. Dus ik probeer zo vaak mogelijk op de camping te koken. Vind ik leuk. De eerste maaltijd in de buscamper is een feit. Ja. Spaghetti bolognese. Met pizza kaas. Ja, lekker. Ja. Ziet er goed uit. Ging het koken makkelijk? Nou, ik kon niet, maar dat is bij ons in de caravan ook zo, niet twee pannetjes naast elkaar. Dat kan je ook wel zien. Ik heb een beetje een grote pan. Maar dus ik heb eerst pasta gedaan en daarna het gehakt en de groenten. Ja, het is ook wel een beste grote pan. Ja, maar ja, die hebben wij gewoon nodig. Wij zijn grote eters. Nou, deze is voor jou. We gaan lekker even buiten zitten natuurlijk. Ik heb net eventjes geëdit op een provisorische manier. Nou, ik zou zeggen, eet smakelijk. We gaan zo naar bed, want ik hoop morgen een beetje vroeg te gaan rijden op naar Kroatië. Heb je er zin in? Ja, ik heb er zeker zin in. Maar morgen worden wij om 3:00 verwacht op camping Grand Casella, als ik het goed zeg. Helemaal in het puntje van Istrië, gewoon echt. Dit is zo Kroatië of Istrië, helemaal in het puntje. Ja, helemaal onderin. Ja, dus daar worden wij verwacht. Maar we hebben net eventjes contact gehad met de actie. En we hoeven niet exact om 3:00 aanwezig te zijn. Want er staat niets op het programma. Het gaat er gewoon om dat iedereen daar is. Alle vier teams. En dat wij een soort van welkom krijgen of zo. Nou ja, dat je even kennis maakt met elkaar. En voor de rest staat er eigenlijk niets op het programma. Dus... weet je, als wij een uurtje later zijn of een half uurtje, maakt het ook niet uit. Maar we proberen daar natuurlijk om 3:00 te zijn. Maar dan denk ik wel dat we om 8:00 moeten gaan rijden. Ja. Want je moet natuurlijk ook nog stoppen. Of je wilt ook nog even stoppen. Ja, we moeten wel stoppen. En volgens mij is het nu al tegen 11:00. Dus ik ga de wc halen. De wc die staat achter in de bus. Ik zeg net tegen Ali. Wij hebben... Hier voor mijn voeten, ik zit nu op de bijrijderstoel, maar hier voor mijn voeten stond nog een stoel. Die hebben wij thuis gelaten. Maar wij hadden eigenlijk best wel deze bank eruit kunnen halen en de stoel op dat plekje kunnen zetten. Dan hadden wij... konden we hier gewoon tussendoor, lopen. Kunnen lopen. En had je ruimte gehad bij het keukentje. Dat lijkt mij lekkerder. Want het is een 4-persoons camperbus. Maar wij zitten er natuurlijk met z'n tweeën in. En wij slapen bovenin. Dus die bank zijn wij eigenlijk helemaal niet nodig. Want de bestuurdersstoel, die kan ook draaien. En waar ik op zit, is ook nu gedraaid. En dan had die bank prima thuis kunnen blijven. Dan hoefden we nu niet naar buiten. Ja, we klep moeten nu open. Steeds omlopen. Ja, we moeten omlopen. Ja, wat gebeurt er ook als je omloopt? Dan gaan die koplampen die aan. Die koplampen gaan aan. Dat, ja, niet dat het mij uitmaakt, maar degene die voor je staat, die krijgt de hele tijd, bam, een bak licht daarbinnen. En qua verlichting vind ik dit niet heel gezellig. Het is ledverlichting. Ja, het is heel fel. Maar het is eigenlijk niet zo gezellig. Dus ik denk dat wij of eventjes soort van die balletjes hebben we meegenomen. Ja. Die kunnen we wel even ophangen als we wat langer staan. En deze lamp, die hadden we net aangezet. Dat was veel gezelliger. Maar die is er uitgevallen, dus die moeten we even opladen. Ai, ai, ai. Je ruikt een theedoekje te drogen. Heerlijk. Echt camping dit. Wow, zachtjes. Anders krakken we erdoor. Dat is al voorspeld, hè? Door iemand. Ja. Wow. Oh ja, één team.
Wow, zachtjes. Nou, stop. Je moet toch kunnen bewegen op dat ding. Nou, het laatste station. Kijk, we hebben hier een haspotje. Want je hebt geen stopcontacten bovenin. Dus een haspot. Nou, wij liggen in bed. En wij gaan de vlog afsluiten. Ik heb de hele tijd het idee dat wij kunnen kantelen. Ja, wij wiebelen. Ja. Dat is wel echt een verwennen, maar... Tuurlijk kan die bus niet kantelen. Nee. Want jij dacht, met hard wind, dat we omkomen. Dan waait die om. Ja, nou, ik heb nooit in het nieuws gezien dat de campers allemaal op hun zij liggen. Ik ook niet. Daarom. Ons tweede nachtje in de buscamper. Ja. Nou, ik hoop dat jij een betere nacht gaat krijgen. Ja, dat hoop ik ook. Want jij was wel een beetje aan het spoken. Ja, nou ja, dat hoort ook wel een beetje bij mij. Toch? Beetje spoken. Eerste nacht wel, ja. Ja. Maar niet meer zo met je kont duwen, want ik lig ook op een randje. Ja, ik ook. We liggen allebei op een randje. living on the edge. Letterlijk en figuurlijk in deze camper. Oh. Nou ja, ik hoop dat zij er een beetje in het midden houdt. En als je het niet doet, pak ik de volgende avond een meetlatje. En dan teken ik het uit met een oogpotlood. Ik vind prima. Hoezo? Dat zie je toch niet in het donker waar die lijn is neergezet. Oh. Nou, okay. Ik vond het een leuk dagje. Ondanks het rijden. Rijden is natuurlijk ook leuk, maar... Ja, maar ik vond het wel... ik weet niet waarom, waar het aan lag, maar ik vond het vandaag lang duur. Ja, het duurde langer dan gisteren, terwijl we korter hebben gereden. Ja. Heel apart. Ja. Nou ja, morgen nog eventjes het laatste stukje en dan zijn we er. En dan hoeven we gewoon even een aantal dagen niet zo lang te rijden. Ja, dat is wel fijn. Dus daar heb ik zin in. Even rust. Mm-hmm. Want ik merk dat er best wel veel van je vergt. Dat rijden. Mm-hmm. Ondanks dat je gewoon lekker stil zit. Maar je staat wel de hele tijd aan. Ja, zeker. Nou, we waren net helemaal aan het afsluiten op de andere camera. Zit een geheugenkaart voor. Ja. Nou, ik weer naar beneden. Eerst krijg ik het drukknoopje niet los, zodat dat Ali erin geperst. Nou ja, door een klein kiertje ben ik naar beneden gevallen. Je moet je gewoon laten storten. Maar Aal als zegt, je naar beneden wil, moet je gewoon laten vallen. Maar Aal zegt, we hebben een knijptang nodig. Je hebt van die oude mensen... Nee, zo'n grijpstok. Een grijpstok. Ja, dus als je iets van beneden moet hebben, dat je gewoon je stok pakt. Ja, maar oude mensen hebben toch zo'n ding, als er iets op de grond valt, dan kun je dat oppakken. Nou, zo'n ding, maar dan een tandje langer. Ja, die hebben wij hier nodig. We gaan op zoek naar een grijptangetje in Kroatië. Ja. Nou, wij sluiten de vlog af. Ja. Doe een duimpje omhoog als jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken. Ja. En vergeet niet te abonneren. Oh ja. En wij zien jullie in Kroatië. In de volgende vlog. Ja, dan zijn we in Kroatië. Ja. Nou, doei.